Vluchtelingen uit België legden in de Eerste Wereldoorlog een lange tocht af naar het vluchtelingendorp Uden. Binnenkort kunnen wandelliefhebbers dezelfde route afleggen tijdens het nieuwe loopevenement Vlucht 1418. Matthijs van Lierop maakte de volgende reportage. Op vrijdag 22 september is het zover. Dan vindt de eerste editie plaats van Vlucht 1418 en de start is hier bij autobedrijf Derks in Uden. Voor Maasos Events, dat de wandeltocht organiseert samen met het Belgische team Kempen, kan het bijna beginnen. Wij zijn er bijna klaar voor. Vlucht 1418 is de eerste keer georganiseerd voor dit jaar. Een niet-competitieve wandeltocht van Uden naar Turnhout, van Turnhout naar Uden of heen en terug. Tocht van 50 of 100 mijl, oftewel 80 of 160 kilometer. Maasos Events is dus zo goed als klaar. Maar hoe zit dat met de deelnemers? Nou, klaar. We zijn nog steeds aan het trainen. Ik blijf elke dag, of om de dag loop ik 10 tot 15 kilometer in ieder geval om een beetje fit te blijven. En ik vind het wel spannend worden. Anke die had het er wel over van, nou ja, hoe dichterbij dat het komt. Maar dat is ook wel inderdaad. Dan denk je, ja, het is toch wel erg ver, 80 kilometer. Ik heb wel een paar keer de vierdaagse gelopen. Maar dat is 40 per dag. En nu heb ik 45 uur voor 80 kilometer. Maar ik heb me heel spontaan opgegeven. Ik denk, nou, dat ga ik gewoon doen. Nog eens een mooie uitdaging. En ja, ik wacht maar hoe dat het gaat lopen. We gaan er gewoon voor. Ja. We weten dat het een paar dagen nog en dan nog wat trainen. En dan starten we gewoon. Kijken gewoon hoe het loopt. Van Schadewijk uit Nusterode en van Exel uit Volkel zijn twee van de ruim 300 wandelaars die meedoen. Dat is een stuk minder dan de beoogde 1500. Het is drastisch verlaagd. Heeft natuurlijk te maken met dat het nog helemaal geen bekendheid heeft. Dus het was heel, te groot gedacht. Maar we gaan toch richting 300, 325 deelnemers. Ik doe niks als de hele dag mailtjes beantwoorden van mensen die nog vragen hebben voordat ze zich willen gaan inschrijven. En ik denk dat we met 300 mensen een hele mooie eerste editie kunnen gaan neerzetten. Het fors lagere aantal deelnemers zorgt ook voor fors minder inschrijfgeld. Maar dat is volgens Fransen geen probleem. Kosten, baten, dat ligt bij Team Kempen. En ook die zijn nog steeds tevreden. Dus we gaan nog steeds een goede, financieel gezonde tocht organiseren. Wat de wandeltocht uniek maakt, is dat deelnemers onderweg naar verhalen kunnen luisteren over de Eerste Wereldoorlog. Toen vluchtelingen uit België de tocht aflegden naar Uden. Ik heb er nu al heel veel van gelezen en van gehoord. En we weten wel wat er toen allemaal gespeeld heeft. Dus dat is wel interessant, ja. Achter de dingen heb ik wel eens die hele route gezien, hè? Die vluchtroute van die Belgen toen. En dat vind ik wel heel interessant. Dus ik weet niet of we dat daar onderweg ook nog allemaal tegenkomen. Maar dat vond ik wel heel leuk. Al die borden en die dingen die hier in Uden staan. Dus ik ben benieuwd. Maar het is niet echt dat het, dus wat oorlog betreft, voor mij een extra motivatie is. Dat niet.